naar survival. In de vorige aflevering hebben wij deze ondergrondse bunker gevonden. En daarom heb ik nu echt hele goede loot, zoals deze totem of undying. En zelfs een netherite zwaard. Maar ik heb nog wat gevonden wat jullie nog niet weten. En dat ga ik straks laten zien. Maar eerst like even deze video, want ik zit opgesloten in deze boren. En per 1000 likes wordt de boren 5 blokjes groter. Dus als jij nu de video liked, dan kan ik deze diamonds pakken. En anders kan ik ze niet pakken. Oké, like in 3, 2, 1 en de boren wordt groter. Nu kan ik de diamonds pakken. En shout-out naar deze mensen voor het abonneren op mijn kanaal. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dan moet je nu abonneren. En dan krijg jij ook een shout-out. En abonneren is helemaal gratis. Ik word hier wakker in mijn Minecraft-bed. Maar voordat we even naar die geheime plek gaan die ik heb gevonden, moet ik eerst echt wat aan mijn farm gaan doen. Want mijn farm is echt heel lelijk. Kijk, de rest is best wel mooi. Ik heb hier een mooie hok voor meneer paard. Meneer paard... Waar is meneer paard nou weer? Oké. Ik weet niet waar het is, maar ik raak meneer paard altijd kwijt. En ik heb de hokken open laten staan. Nee! Hallo, meneer paard, ben je hier ergens in de buurt? Oh, dit ga je niet menen. Oké, gelukkig heb ik nog meer horse armor. Dus misschien kan ik een nieuw paard vinden. Alleen, dat is geen diamond horse armor meer. En, oh nee, er loopt hier een creeper. Creeper, wegwezen. Ik heb een netherite zwaard, hè. Wegwezen. Zo, dankjewel. Maar alles ziet er verder mooi uit. Ik heb zelfs een enchanting huisje. Alleen, ik ben pas level 8. Ik was level 30, alleen ik ging dood. Maar dat heeft een abonnee van mij gemaakt. En ik heb hier ook een farmpje. En het farmpje kan ook echt een stukje mooier. Dus wat ik ga doen, ik ga een abonnee ga ik even dit farmpje laten maken. Want ik kan namelijk zelf niet heel goed bouwen. Dus wil je ook een keer wat voor mij bouwen, dan moet jij geabonneerd zijn op mijn kanaal. Anders mag je dat niet doen. En abonneren is gratis. En het is een dag later. Ik weet niet wat er met mijn bed aan de hand is. Maar maakt niet uit, ik ga naar buiten. En ik dacht dat mijn farmpje mooier zou worden, maar mijn farmpje is gewoon weg. Oké, ik neem het terug. Kijk dan wat hier opeens staat. Ik heb daar een nieuwe farm, alleen het lijkt wel een hele boerderij. Oké, hier is ingang. We gaan gewoon even binnen kijken. En wat kunnen wij binnen allemaal vinden? Oeh, we hebben hier al heel veel wheat. We hebben een paar kleine raampjes. Alleen, wat hebben we nog meer? We hebben barrels. Daar kunnen we natuurlijk alles instoppen. Zoals hier de carrots. Hoppakee. Vanaf nu gaan we hier gewoon al ons eten instoppen. En dan hier hebben wij de farm zelf. En ik moet zeggen, het ziet er best wel vet uit. En kijk, ik kan zelfs over het water lopen. Oh, nee. Spin, wil je even weggaan? Alsjeblieft. Dankjewel. Maar ik vind het er best wel vet uitzien. Laat in de comments even een cijfer achter van 1 tot en met 10. En dan ben ik heel benieuwd wat jullie van deze farm vinden. Ik vind de kleuren alleen niet helemaal bij mijn huisje passen. En auw, skeleton. Wil je me met rust laten? Dankjewel. Ik geef het een 7. Laat in de comments even weten of jij dit beter kan bouwen. Misschien mag je dat wel een keer doen, maar dan moet jij natuurlijk wel geabonneerd zijn op mijn kanaal. Oké, maar ik ga even naar een nieuw plekje toe wat ik natuurlijk heb gevonden. Alleen eerst moet ik mezelf even voorbereiden, want kijk, ik heb hier een chain broek. Nou, die wil ik niet. Ik wil namelijk gewoon hoppakee, lekker een diamond broek. Dankjewel. En die gaan we even lekker aandoen en ik heb weer zoveel spullen. Dit is echt niet normaal. Oké, we gaan even naar beneden toe, even naar mijn opslag en eens eventjes kijken. Kijk, hier stoppen we even de appels, het goud en de carrot en de diamonds. En de totem of undying. Die ga ik denk ik nog niet gebruiken. Misschien heb ik die nog een andere keer nodig. En mijn diamond zwaard heb ik ook niet nodig. Hier ga ik gewoon even zoveel mogelijk zeldzame spullen in doen. En wat heb ik dan allemaal wel nodig? Eens eventjes kijken. Ik heb dit nodig. Ik neem even lekker wat pijlen mee. Ik heb alleen maar 2 pijlen. Ik heb er eigenlijk iets meer nodig. Maar dat komt later hopelijk wel. En ook de muziekdisc. Die is natuurlijk ook heel zeldzaam. Die ga ik ook niet meenemen. TNT ook niet. Het enige wat ik nu gewoon nodig heb is denk ik een zwaard en wat eten. Alleen ik heb dus niet heel veel eten meer. Ligt hier nog ergens eten voor mij? Hallo! Kijk, ik heb wel een nieuwe farm. Alleen die is nog helemaal niet gegroeid. Ik hoop als ik terugkom dat die wel volgroeid is. Heb ik hier nog wat eten? Nee. En dan hier heb ik eten. Nee. Oh, ik heb helemaal geen eten meer. Maar ik heb nog heel veel bone meal. Dus ik ga meteen gewoon mijn farmpje even groter maken. Oké, eens even kijken. Wat wil ik hebben? Wil ik brood of wil ik wortels? Ik denk dat ik lekker voor het brood ga. En trouwens, ik heb hier helemaal geen zin in. Kijk wat hier nog staat. Ik ga gewoon even lekker dit hakken. Hoppakee, dankjewel. En hiermee ga ik even wat brood maken. En dan ga ik dus naar die plek toe die ik heb gevonden. Oké, eens eventjes kijken. Hier doen we even wheat maken. Hoppakee, oké, we hebben nu 12 broden. Ik denk dat dit wel genoeg is. En alle andere rommel in inventory, die ga ik gewoon even lekker weggooien. Ik neem trouwens een pickaxe mee. Ik neem een schep mee. En verder heb ik denk ik niet heel veel nodig. Ik wil alleen nog één ding maken. En daarvoor heb ik even hout nodig. Dus... nee. Oh, wat heb ik nou weer gedaan? Ik heb zojuist
juist mijn laatste sticks verbruikt. Oké, dit is heel erg dom. Weet je wat? Ik doe het wel gewoon even op deze manier. Ik ga gewoon even lekker met mijn handen even wat hout hakken. Want ik heb namelijk nog iets nodig. Want waar ik straks heen ga, dat kan best wel een beetje gevaarlijk zijn. Dus ik heb ook gewoon een schild nodig. Oké, even de boom hakken. Come on, nog één blokje. En dan denk ik dat we de hele boom hebben. Oh, ik moet nog een blokje. Maar waarom maak ik nou weer geen X? Ik ben zo dom, hè? Maar hoppakee, we hebben hout. En wat ik nu kan doen, is even kijken. Volgens mij moet ik dat op deze manier doen. Bim. Hoe maak ik dit ook alweer? Ik weet het niet meer. Eens even kijken. Oh, oké. Zo moet ik het hebben. Hoppakee, we hebben een schild. Die hebben we ook meteen even lekker aan. En dat hout neem ik ook gewoon mee. Dat kan ook wel van belang zijn. En ik heb hier nog pijlen. Oké, ja, ik ben er helemaal klaar voor. We gaan nu even naar de plek toe die ik heb gevonden. En die plek, die is daar achter de berg. En nee. Dan bedoel ik niet de vuurtoren, want die hebben we in een andere aflevering al een keer ontdekt. Want als wij namelijk achter de vuurtoren gaan kijken, misschien zie je het al, er ligt er allemaal ijs. En dat is best wel raar, want dit is helemaal geen area met ijs. Maar het rare is, in dit ijs zit gewoon een netherportal. Alleen, ik heb zo'n idee dat dit niet een normale netherportal is. Oké, we gaan gewoon naar binnen en ik ga kijken wat ik er allemaal ga vinden. Oké, we gaan in de netherportal. Let's go! En hopelijk komen we echt op een hele vette plek. En we zitten in de netherportal. Dit is geen nether. Wat? En waarom is die portal hier ook onder ijs? En waarom is er overal sneeuw? Dat verklaart waarom de nether portal bij mijn base helemaal onder het sneeuw zat. En een pillager tower alleen dan van sneeuw. Oké, dat heb ik nog nooit gezien. Maar wat is dit allemaal? En voor mijn neus staat ook een village. Oké, dit moet ik gaan ontdekken. Maar ik zit te denken. Ga ik eerst naar de pillager tower of eerst de village? Ik denk de village. Hallo, villagers. Is hier iemand? Want ligt hier goede loot voor mij? Een kissen. Oh, wat brood en een zadel. Oké, dat kan ik wel gebruiken. En wat? Dit is een of andere rare cave of zo. En weer een kissen. Oké, ik kom straks terug bij de cave. Ik wil eens hier even kijken. Oh, nee. Nee, daar staat gewoon een pillager. Oké, daar heb ik niet zoveel zin in. Maar beter ligt er even goede loot in deze village. Oké, wat hebben we hier? Is hier een kissen? Nee, hier is helemaal niks. En is hier voor mij even een kissen? Ook niet. En wat? Kijk, dit gigantische refrein. Dit is toch echt niet normaal? Oké, hier moet ik in ieder geval niet in gaan vallen. Of dan heb ik best wel een groot probleem. En hier hebben we een soort van iglo. Kan ik hier ook naar beneden? Nee, er zit hier wat in. Nee, ook niet. Oké, wat leuk zo'n village. Alleen, er ligt hier nou niet echt bepaald de hele goede loot voor mij of zo. Oké, maar we gaan omhoog toe, want er zijn hier namelijk nog meer huisjes. Eens even kijken. Wat hebben wij hier nog allemaal? We hebben hier nog een iglo en hallo, alles goed? Kan ik met jullie traden? Oh, een enchanted zwaard. Hier heb ik echt helemaal niks aan, hè? Oké, wat hebben we allemaal nog meer? Weer een kissen en een appel. En een pickaxe. Ja, heel leuk. Maar heb ik niet heel veel aan. Maar we hebben nog meer huisjes. Ik ben nog lang niet klaar. En wat zit hierin? Ijsblokken. Heb ik daar wat aan? Ik weet het niet. Potatoes heb ik wel wat aan. En beetroot ook. Want die had ik volgens mij nog helemaal niet. Oké, ik ben best wel blij met deze loot. Alleen, ik hoop trouwens als ik weer in die portal ga, dat ik wel terugkom bij mijn huis. Anders heb ik echt een probleem. Oké, we gaan hier naar binnen. Wat kan ik hier nog allemaal vinden? Een schaap. Nou, dat boeit me dus echt helemaal niks. En deze wil ik wel hebben. Geef even hier. Dankjewel. Sorry, villager. Je vindt het vast niet echt dat ik wat stil, hè? Nee. Oké, dankjewel. Hebben wij hier nog meer huisjes? Eens even kijken. Volgens mij niet. Ik denk dat wij nu alles wel hebben gehad. Oh, nee. Kijk, hier is nog een huisje. Oké, eens even kijken. Wat kunnen wij hier vinden? Echt helemaal niks. En hier helemaal bij het einde hebben we ook een huisje. Oh, hopelijk kan ik daar wel naar binnen. Come on, kan ik hier naar binnen? Ja, ik kan er net naar binnen, maar kijk, de world border hier. En wat zie ik daar weer in het water? Oké, jullie moeten echt liken, want dan gaat deze world border verder en verder. En dan kan ik nog meer dingen ontdekken, want per 1000 likes gaat de border namelijk 5 blokjes verder. Oké, we hebben hier nog 1 iglo, dan zijn we denk ik klaar. En hier staat dus echt helemaal niks in. Maar we hadden net een cave gevonden. Ik ga toch nog even in de cave kijken. Want de loot die ik op dit moment heb, die valt toch echt wel heel erg tegen. Die bel wil ik wel hebben. Zo, dankjewel. Oké, maar waar was de cave ook weer? Volgens mij was de cave hier ergens beneden of niet? Hallo? Ik ben de cave kwijt. Of is dit de cave? Ja, we hebben de cave gevonden. Oké, maar wat is dit allemaal voor cave? We hebben hier een kist en er zit gewoon een diamond in. Oké, die kan ik wel heel goed gebruiken. En eens even kijken. Zijn hier nog meer kistjes misschien? Dit is echt een hele rare cave. En wat kool. Weet je wat? Het kool ga ik ook gewoon even hakken. Kan ik ook wel gebruiken. Dus zo cool. Kom maar met mij. We hebben nog een kistje. Kom maar. Nog meer diamonds en weer 2 diamonds. Let's go. Die ga ik weer meenemen. Oh, nee. Een creeper.
Creeper, Creeper, ga weg. Ga weg. Nee, 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 nee. Auw, Creeper, waarom ontplof je nou weer? Ah, oké, we gaan gewoon verder. En de cave loopt nog helemaal door hier. Oh, oké, het is hier veel te donker. Ik ga hier heel gauw weg. Laat in de comments even weten of ik daar de volgende keer nog verder dieper in de cave moet. Want misschien kunnen we nog meer vette dingen vinden. Maar voor nu wil ik even naar die pillager tower. En hopelijk kunnen we daar echt hele goede loot vinden. En over een pillager gesproken. Ik word meteen aangevallen. Pillager, hey, ik heb een heel goed zwaard, hè. Dus je wil mij niet aanvallen, weet je het zeker? En kijk dan, hier hebben we weer zo'n grote rare cave. Oké, dit is echt een heel raar gebied, maar we gaan naar boven toe. Hallo, pillagers. Is er iemand thuis? Ik wil jullie loot hebben. Wat is dit? Wow, 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 wow. Ah, niet op mij schieten, oprotte jij. Wat hebben we hier? Kijk, deze, die gaan we even lekker meenemen. Misschien kunnen we wel een sneeuwpop gaan maken thuis. Dat is wel leuk. Oké, daarvoor hebben we natuurlijk ook even wat sneeuw nodig. En, oh nee, 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 loopt hier weer een pillager. Pillager, wegwezen. Dankjewel. Maar ik moet hier omhoog zien te komen, want volgens mij kan er boven allemaal best wel goede loot liggen. Oké, volgens mij kunnen we via deze kant omhoog. En, konijn, hallo, konijn, hallo, hallo. Konijn, kom eens even hier. Ah, oké, weet je wat, laat me zitten. Oké, we zijn boven. Oh nee, oh, er zijn hier heel veel pillagers. Ga jij even dood? Ga jij ook even dood? Wegwezen. Ga jij ook dood? En jij ook dood? Oké, de pillagers zijn niet heel goed. Daar ben ik best wel blij mee. Au, ik word weer beschoten. Hé, hey, pillager, wat ben je aan het doen? Wegwezen jij. Oké, maar ik denk dat we ze nu allemaal hebben gekilled en nu kan ik naar binnen. Staat daar gewoon een lucky block? Alleen durf ik niet te openen. Ja, ik ga het gewoon doen en we hebben superveel vlees. Oké, dat kan ik heel goed gebruiken. Maar voordat we daar naar binnen gaan, kijk dan deze Iron Golem. Iron Golem, ik ga je redden, oké? Kijk, kom maar naar buiten toe. Ik weet niet wat je aan het doen met Iron Golem, maar jij moet natuurlijk even de village beschermen die daar staat. Dus kom maar naar buiten. Iron Golem, kom maar. Wacht, moet ik deze ook nog weghakken? Weet je wat, dan doe ik dat ook nog wel even voor jou. Die ook weg en die ook, hoppakee. Oké, je blijft daar staan, nou helemaal prima. Ik ga hier in ieder geval naar binnen toe en ik ga kijken wat ik hier allemaal kan vinden. De benedenverdieping is best wel leeg. Oké, we gaan even omhoog toe. Wat kan ik hier allemaal vinden? Dit is ook leeg. Volgens mij staan er boven altijd kistjes. Alleen dat weet ik niet zeker. En ja, zeker. Er staat er maar één. Oké, wat zit erin? En bottle of enchanting. En wat iron. En verder niet heel veel boeiends. Maar die bottles, die ga ik meteen even gebruiken. Let's go. Maar kijk dan wat een gebied dit is. En daar staat gewoon een piramide. Oké, die kan ik de volgende keer ook nog denk ik wel ontdekken. Maar voor nu ga ik eerst even heel gauw terug naar mijn eigen huisje. Want anders ga ik dood. En ik wil op zijn minst even die diamonds veilig thuis leggen. Maar dit was de video nu. Klik even op een van deze andere twee video's. Want die wil je zeker niet missen. En ze gaan elk moment weg. Namelijk in 3, 2, 1. Je moet nu klikken.